Fransisse, welkom bij de NWTF klas van Laerskool K2. Vandaag gaan we kijken naar voedseletiketten en ook hoe we gebalanceerde dieet hebben en ook naar ziektes wat voorkomt als gevolg van een verkeerde dieet. Voedseletiketten is een tabel wat ons op kosse vindt wat ons in die winkels kan koop. Hier die tabel dui vir ons aan wat se voedingsstoffen binnen in die kosse voorkom. Op een etiket, een voedseletiket, kan ons zien hoeveel energie daar die kost bevat, hoeveel sout daarin is, hoeveel vette daarin is, hoeveel koolhydraten, hoeveel proteïne. Want wanneer ons een gebalanceerde dieet volg, is het baie belangrijk voor ons om te weten wat in kost voorkom. Dit is ook belangrijk voor mensen wat ook allergisch is voor een sekere soort kost, om te weten wat in daardie voedselproduct voorkom. So, dit is wat een voedseletiket is. Een voedseletiket dui vir ons aan wat in daardie kosse voorkom en hoe die hoeveelheid van elk van die verschillende stoffen wat daar voorkom. So, volgende keer als jy in die winkel kom, maak jezelf bewust van een voedseletiket. Oké, okay, die volgende ding waarna ons kyk is een gebalanceerde dieet. Een gebalanceerde dieet is een dieet wat ons volg en om zeker te maken dat ons al vier van die voedingsstoffen van die hoofvoedselgroepen inkry. So dit is baie belangrijk dat wanneer ons kyk na wat ons eet, dat ons altijd zeker maak dat ons al vier van die voedselgroepen in ons dieet inwerk. Dit is ook belangrijk in een gebalanceerde dieet om genoeg water te drinken. Hulle praat van 6 tot 8 glase water een dag. Dit is ook belangrijk dat ons dieet genoeg vesel bevat. So vesel is die klein stukkies wat in vruchten en groente en ook in bruin brood voorkom, wat door ons lichaam beweeg en nie door ons lichaam verteer kan word nie. Hierdie stukkies gaan dan in ons verteringskanaal, in ons darms, eers ons dun darm en dan ons dik darm af, en het help dan zodat ons niet hardlijwig word nie. So vesel is een baie belangrike deel van ons dieet. Ok, so gebalanceerde dieet is om zeker te maken dat jy al vier van die voedingsstoffen inkry wat ons al van geleer het. Dit is koolhydrate, vitamines en minerale, vette en olies en ook dan proteïne. So, wat gebeur is wanneer ons nie een gebalanceerde dieet eet nie, dat ons dalk verskillende soorte siektes kan hê. So hierso het ek, om net vir julle te wys, het ons vroeger geleer al in die wetenskap van voedselpiramide. So die voedselpiramide dui vir ons aan na die hoeveelheid kosse wat een persoon dalk moet inneem. Van die kleinste hoeveelheid tot die grootste hoeveelheid. Maar het is baie belangrijk dat mense moet eet volgens hulle eie lichaam. Ok, so wat ek sê is dat een persoon wat deelneem, een actieve persoon, sal nie noodwendig diezelfde dieet volg as een onactieve persoon nie. So het is baie belangrijk om te eet volgens jou lichaam en volgens die activiteite waarin jy deelneem. Hoe meer aan sport jy deelneem, hoe meer proteïne en koolhydrate jy in jou en ook vette jy sal moet inneem in jou dieet. En as jy 'n onaktiewe persoon is, wat ook nou nie deelneem so baie aan sport of dalk 'n onaktiewe leefstyl volg, is het baie belangriker om dan meer te beweeg na nie sulke energierijke voedsel nie. So hier is een voedselpiramide soos wat ons geleer het. Ok, so wat gebeur is wanneer ons een verkeerde dieet volg? Wanneer ons een verkeerde dieet volg, het ons lichaam een reaksie daarop. Dit is soos wanneer jy in een kar, bijvoorbeeld wat met petrol werk, elke dag as jy petrol ingooi, of elke tweede dag of derde dag, as jy petrol ingegooi het, gooi jy so'n bietjie handy-andy of bijvoorbeeld iets anders ter ook saam in die petrol in. So wat sal gebeur met die tyd, sal die kar nie meer so goed begin functioneer nie.
Nie dalk die dag daarna wat jy dit gedoen het nie, maar mettertyd. So ons liggame werk dieselfde. Oh, dit is belangrijk om die regte goeders te eet, sodat jou liggaam nie siektes kan optel nie. Ok, so wat gebeur, hoekom volg mense partykeer 'n swak dieet? Ok, so daar's 'n paar redes hoekom mense 'n swak dieet volg in baie lande. Lande wat armoede het of... Ok, so die eerste rede is, partymense het kroniese siektes, soos byvoorbeeld MIV of VIGS, wat 'n kroniese siekte het. En hierdie mense is dan vir baie lang tye siek en sukkel om dan te eet. So in baie lang tye eet hulle nie so goed soos wat hulle moet nie. Die tweede rede is dieetkundige praktyk. Baie mense is onbewus van die manier waarop hulle moet eet. Is onkundig in die manier waarop hulle moet eet. Ok, so baie mense volg dan baie meer koolhidrate in hulle dieet, omdat dit ook 'n goedkoper is. Een goedkoper manier van eet, byvoorbeeld armoede en hoë kospryse. Dit is nie altyd vir mense makkelijk om byvoorbeeld proteïene of vette en olies duurder koste te bekostig nie. So en dan is al ook baie lande wat 'n voedseltekort het. So dit moet ons ook in ag neem wanneer ons praat oor verkeerde dieet. Ok, so wat gebeur wanneer ons verkeerd eet? Begin ons liggame verskillende siektes optel of toestande toon. Ok, so die eerste siekte wat voorkom as gevolg van 'n swak dieet, wat ons gaan van praat, onthou nou, hierdie is nie die enigste siektes nie, ons noem net 'n paar, so volg terwyl ek oor hulle praat. Die eerste een is tandverrotting. Dit gebeur wanneer ons, byvoorbeeld, ons gebruik dit ook as tandbederf in die handboek, sal julle sien. Ja, dit is as wanneer ons te veel suiker in ons dieet inneem. En natuurlik het dit ook te doen met tandhygiëne. So mense wat baie minder hulle tande borsel en nie omsien na hulle tande se gezondheid nie. Kry byvoorbeeld verrotting van tande of tandbederf. Dit is wanneer jou tande 'n gaatjie in kry en mettertyd word daai gaatjie gaan hy deur jou tand na jou tandsenewees toe en dan ook na jou tandwortel toe wat dan op die einde van die dag verrotting in jou tande of infeksie kan veroorsaak en dan kry mense infeksie en verloor dan so 'n tand wat dan later getrek word. Die volgende ene is dan rigitis. Rigitis is een siekte wat voorkom in lande waar al baie armoede is, waar kinders byvoorbeeld sukkel om nie vitamine D te kan inneem nie. So wat gebeur is, die bene binne in die liggame, as gevolg van verkeerde dieet, word nie hard nie. Ek gebruik die voorbeeld van spaghetti. Spaghetti is 'n voorbeeld van, as jy spaghetti uit die pakkie uithaal, dan is dit 'n harde stuk stuk spaghetti. En dan as jy dit in water sit, dan word dit hierdie slap, sagte stuk. En ek wil die voorbeeld gebruik dat kinders wat rigitis het, sy bene is soos die slap stuk spaghetti. En ook hulle bene word letterlik nie hard genoeg nie, en dan buig hulle bene wanneer hulle dan klein is. Ok, die volgende ene wat ons oor praat is dan hartlywigheid. Hartlywigheid word veroorsaak deur te min vesel in jou dieet. So wat gebeur is, wanneer jy moet ontlas in die, wanneer jy moet ontlas in die toilet, is dit baie belangrik en jy sukkel daarmee, is dit as gevolg van hartlywigheid. So wat gebeur is, wanneer jy nie genoeg water of vesel in jou dieet het nie, word mense hartlywig as gevolg van die verkeerde voedsel wat hulle dan inneem en dan sukkel hulle om te ontlas. So die volgende ene is dan vetsig. Vetsig is, in Engels noem hulle dit om obese te wees, of obesity. In Engels gebruik hulle daardie woord, en dit is wat gebeur as kinders se vetpersentasie of mense se vetpersentasie in hulle liggame
begin hoog raak. En dit is baie belangrijk voor ons om nie meer as 20% vet in ons lichaam daar die gewicht te oorskry nie. So dit is belangrijk voor ons om dan nie vetsig te kry nie. As gevolg van een verkeerde dieet, kan mense dan, of te min oefening ook, kan mense dan vetsig kry. Dan is natuurlijk diabetes, wat ook suikersiekte genoem word. Diabetes word veroorsaak deur een wisseling in suikervlakke in jou lichaam, as gevolg van die verkeerde dieet, wat mense en kinders volg, en te min oefeninge, is daar te hoë suikervlakke in mense se bloed. En dit maak dat jou lichaam te veel insulien dan afskei, en wat dan veroorsaak dat jou pankreas oor tyd werk. En op die einde van die dag, dan hou mense se pankreas op met werk, en hulle dan nodig om hulle self in te spuit met insulien, sodat die koolhidrate dan verbrand kan word. So dit is ook baie belangrik. Ok, so dit is die siektes wat in jou handboek voorkom. Ek wil net twee ander ook net bynoem, net vir die interessantheid. Anorexia is een siekte wat baie voorkom by mense wat te min eet. Mense wat te bang is om dalk oor gewig te raak en dan honger hulle lichaam uit. En dit veroorsaak dat hulle dan een siekte opdoen waar hulle sukkel om gewig op te tel. So anorexia is ook een siekte as gevolg van een verkeerde dieet. En dan laastens is kwashiorkor wat tekort aan proteïene en jodium in jou lichaam is. En dit kom baie voor in arm lande waar mense sukkel om hierdie type van voedsel by mekaar te kry so, en te kan bekostig. So hierdie is die siektes wat voorkom as gevolg van 'n verkeerde dieet. Ok, so net om weer alles te herhaal, voedseletikette kom op voedsel voor en dui vir ons aan wat in die voedsel voorkom. En dit is belangrijk om, baie belangrijk om 'n gebalanseerde dieet te eet, om dan te kyk na die voedselpiramide van hoe om dalk te eet. Maar baie belangrijk dat elke kind moet eet volgens die manier waarop hy in die lewe funksioneer. En dan ook siektes wat voorkom as gevolg van 'n verkeerde dieet, is dan hierdie siektes wat ons genoem het. So ons het gepraat van tandbederf en infeksie, ons het gepraat van rachitis, ons het gepraat van hartlywigheid, vetsig, suikersiekte of diabetes, ook van anorexia en ook van kwashiorkor.